Ik heb zojuist een testafspraak gemaakt voor corona. Ik had gisteren lichte verhoging, druk op de borst. Ik was benauwd van ik wil weten of ik kan werken. Mijn werkgever wil daar ook natuurlijk van op aankunnen of dat ze maar moeten vervangen. Dus ik heb een testafspraak. Daar hebben we een commerciële van gemaakt zodat we het sneller weten. En die ga ik nu halen in Velp. Terug thuis, dat viel reuze mee. Twee dames in een keetje en het ging als een geoliede machine. 2-3 minuutjes per persoon, lange rij buiten, maar het liep lekker door. En nu dus afwachten. Ik heb geen koorts meer op hoek, dat is niet eens koorts, dat is een lichte verhoging. Druk op de borst is redelijk weg. Ik had gisteravond nog een paar steken in mijn borst. Dat is dan wel heel erg raar. Dat je denkt van, beeld ik me dit nu in of is het echt mijn longen? Ik heb sarcoïdose gehad. Ik heb apneu, dus ik slaap met zo'n apparaat. Dus dan ben je toch wel wat gevoelig of wat voorzichtig met je lijf. Ik denk nu dat er niks aan de hand is, maar het is toch wachten op die uitslag. Uitslag is binnen. Die is negatief, dus dat is positief. En toen kwam Rutte.